Dirk, laat ik bij jou beginnen. De finale die natuurlijk bij jou wel heel erg naar boven komt als je terugkijkt in de recente historie, is die tussen Utrecht en Feyenoord. Ja, dat klopt. Ik heb natuurlijk 5 fantastische jaren gehad bij Utrecht. En op het moment dat ik die finale speelde, wist ik al dat ik voor Feyenoord ging spelen. En ja, probeerde op een goede manier natuurlijk af te sluiten en direct mijn visitekaartje af te geven. En, ja, dat was de eerste prijs die ik in mijn carrière gewonnen heb. En die zal ik nu nooit vergeten en die wil ik nu weer winnen. Het is een seizoen met pieken en dalen. En ik ben blij dat we de laatste fase van het seizoen weer de weg naar boven hebben gevonden. Dat gevoel heb ik. Dat gevoel hebben we met de spelersgroep. En daar is zondag een mooie bekroning voor als we de wedstrijd winnen. Voor mij en eigenlijk voor heel Feyenoord is dit gewoon een prijs die we willen winnen. En daarmee ook weer een prijs pakken na jaren van geen prijzen winnen. Ja, ik denk dat dit elftal verdient om dit jaar met een prijs af te sluiten. En daar gaan we met z'n allen voor. Mikkel, is nog 3 dagen tot de bekerfinale. Wat is jouw gevoel? Ja, ik denk dat het heel spannend wordt. Het is 50-50 denk ik. Utrecht is een goede ploeg, heeft in de beker goede resultaten laten zien. Feyenoord heeft een uitstekende serie neergezet na die rampmaanden, die 2 rampmaanden. Dus ik ben ook benieuwd. Ik zeg de hele tijd strafschoppen. Ik weet niet hoe het komt, maar elke persoon die mij vraagt van wat gaat het zondag worden, roep ik gelijk strafschoppen. Volgend paar jaar Feyenoord, die doen niet zo heel vaak mee om de prijzen, hoe jammer ze dat ook vinden. Dus je voelt ook wel dat heel Rotterdam snakt naar een overwinning en naar een prijs. En ik denk dat er zomaar 40.000 mensen op de Coolsingel kunnen staan. En dan kan je het een troostprijs noemen, zoals het ook vaak gedaan wordt in Nederland. Maar het is voor in Nederland natuurlijk gewoon echt een grote prijs. Feyenoord heeft weliswaar 2 keer gewonnen natuurlijk dit seizoen van FC Utrecht. Maar ja, de ploegen liggen vrij dicht bij elkaar. En ik denk ook dat Feyenoord best wel moet wennen als ze in de Kuip komen en er zitten in één keer 18.000 Utrecht supporters. Ik denk dat het best vreemd is. Iemand zei net, het is alsof je in je huiskamer komt en alle schilderijen hangen ineens anders of zijn anders. Dus dat is best raar denk ik voor Feyenoord. Wat verwacht jij, wat voor wedstrijd we gaan zien? Ik hoop op echt spektakel. Maar ik vrees eigenlijk voor ploegen die niet alles gelijk prijs willen gaan geven. Dus dat het vrij lang 0-0 blijft. Mocht er snel gescoord worden, dan denk ik dat het bijvoorbeeld lang 1-1 zal blijven. Nou, de verlenging in, dan gaan ze helemaal niks meer geks doen. En, dus ja, dan komen we toch weer uit op strafschoppen. Ik kijk er al heel lang naar uit, gewoon in die bekerfinale. Dat is toch gewoon een geweldig moment weer. Het zal niet je eerste zijn, maar toch word je nog enthousiast van. Altijd, jongen. Want ik bedoel, als je dat niet meer leuk vindt, ja, dan moet je gewoon moet je laten begraven. Wat maakt het zo'n bijzonder, zo'n bekerfinale? Nou, omdat dat belangrijk is voor Rotterdam. Het is belangrijk voor Feyenoord om een prijs te winnen. En hoe lang geleden is het nog niet? 7, 8 jaar geleden of zo? Dat ze een keer wat gewonnen hebben. Nou, en dat kan nu weer gebeuren. Nou ja, en ik vind dat Rotterdam altijd mee moet doen in het voetbal. Dus ze moeten of hoog spelen in de competitie of minimaal een beker winnen. Nou, laat dat nu maar gebeuren dan.